André Rajoel, de president van Madagaskar, heeft gisteren, 6 juli 2009, bot gevangen bij de Europese Raad, de Europese Commissie. Hij was in Brussel om er te komen vragen naar meer geld voor Madagaskar. Het land, het eiland eigenlijk in het zuiden van Afrika, waar Rajoel in maart de macht gegrepen heeft. Een militaire staatsgreep vinden vele Afrikaanse landen, vindt ook de Afrikaanse Unie, die in Sirte in Libië, waar ze heel recentelijk bijeen zijn gekomen, nog maar eens de staatsgreep in Madagaskar veroordeeld heeft. Maar ook de Europese Unie vindt het maar niks. Gisteren in Brussel, zo lazen we dan in een communiqué nadien, heeft meneer Rajoel nog eens te horen gekregen dat het hen niet zint, dat er te weinig vooruitgang wordt gemaakt naar democratie en dat het gaat om een zuivere staatsgreep. Dat is wel niet onbelangrijk, want Madagaskar hangt voor 70% af van internationale hulp. En behalve humanitaire hulp en enkele programma's en projecten die al lopen en die rechtstreeks ten gunste komen van de bevolking, heeft Rajoel dus geen beloftes gekregen voor meer geld van de Europese Unie. Nadien kon ik hem even spreken voor een interview en ik vroeg hem wat hij van de reactie van Europa dacht en wat men hem eigenlijk precies verteld heeft. L'Europe aujourd'hui encourage toujours le dialogue politique pour trouver des solutions entre les partis. Donc, comme vous le savez, nous étions toujours là et nous sommes toujours prêts à écouter et à justement à dialoguer pour l'intérêt supérieur du pays. Mais dialoguer ne signifie pas non plus accepter. Nous sommes prêts à dialoguer. Donc, il n'y a pas encore de rouverture de l'aide internationale. Si vous voulez, la position de l'Union européenne était exactement la même que celle qui a été décidée par rapport à la dialogue politique qui s'est déroulée en temps à la rive au mois de mai.